één getal, één woord, 1585. Wat is er in 1585 gebeurd? Ik weet het, is een tijdje geleden. Wat is er toen gevallen in België? Antwerpen. In 1585 valt Antwerpen. Nu vragen jullie af, ja, Wim, wij zitten hier niet voor een geschiedenisles. In 1585 valt Antwerpen. Wat heeft dat te maken met hoe een Vlaming zich nu voelt? Alles. Want in 1585 jaagt de Spaanse koning in Vlaanderen de Calvinisten over de kling. En wat gebeurt? Al onze intelligentia, al ons kapitaal, al onze ambachten, naar waar vluchten die? Naar het noorden. Die komen bij jullie terecht. En zij zijn er rechtstreeks voor verantwoordelijk, mee voor verantwoordelijk, dat jullie enkele jaren later jullie gouden eeuw beleven. En wat gebeurt er met wat nu België heet? Wij verzinken in het niets. Wij blijven twee eeuwen en een half lang geknecht. Letterlijk en figuurlijk geknecht. En wij kijken naar jullie op. Jullie zijn de grote broer, grote zus. Wij zijn klein duimpje. Nu, dat blijft zo doorgaan. 1830 worden wij onafhankelijk. Gaat het dan beter? Ja, voor de Franstaligen wel in België. Maar de Vlaamstaligen, de Nederlandstaligen, no good. Wij komen onder een nieuwe heerschappij, Franstalige heerschappij. Het keerpunt komt als Vlaanderen economisch machtiger wordt dan Wallonië. Dat is de Waalse haan die u daar ziet, Vlaamse leeuw, Waalse haan. Vlaanderen wordt machtig. En wat zegt Vlaanderen? Franstalige heren, we hebben het met jullie gezien, wij gaan onze eigen weg. En datzelfde proces voltrekt zich op het gebied van de taal. Vanaf de jaren 60, 70, 80 beginnen Vlamingen hoe langer hoe minder standaard Nederlands te spreken. Toen ik een jaar of 7, 8 was, herinner ik nog op de Vlaamse radio, 7:30 's morgens kregen wij 5 minuten lang taalwenken. I kid you not, taalwenken. 5 minuten lang in primetime. En op tv om 7:00 net hetzelfde. 5 minuten lang zegt niet dit, maar dat. En dat was altijd het Nederlands uit het noorden. Wel, die tijd is lang voorbij. Vlamingen zijn ontvoogd. En hoe langer hoe meer. En bij ontvoogding hoort blijkbaar, ik behoor niet tot dat soort dat denkt, maar behoort blijkbaar het spreken van een eigen taal. Het zich losrukken van de taal van de anderen. En de anderen, dat zijn in dit geval Nederlanders.